die we naar voren gaan halen voor de promotie van teamcoördinator, is iemand die ook uit het hoge noorden komt. Iemand die ik eigenlijk al sinds mijn 14e of 15e al in Groningen tegenkwam in het centrum. En die op, iemand die ook op een hele jonge leeftijd hele indrukwekkende dingen neerzette in zijn toenmalige business. Hij was bijvoorbeeld een van de eerste mensen die toen een opkomende muzikant Ali B naar Groningen bracht. Daarmee had hij uitverkochte feesten en sterker nog, hij was een van de populaire mensen in het Groningse uitgaansleven. Het bijzondere was dat deze jonge man ook een van de meest sceptische, negatieve mensen in Groningen was als het neerkwam op ACM. Maar zo zie je maar hoe het leven kan lopen. Op een gegeven moment kwam ACM weer op zijn pad en de rest van het verhaal mag hij natuurlijk uiteraard zelf vertellen. Dus help me alsjeblieft naar voren te halen voor de promotie van teamcoördinator. Promoveert naar de positie van teamcoördinator Fouad Farrouni. Jongens, daar staan we dan. Goedemiddag Amersfoort, goedemiddag Nederland, goedemiddag België. In het dagelijks leven ben ik ondernemer, vader en Marokkaan, maar dat was wel duidelijk. Het is daadwerkelijk een eer om hier te staan vandaag en gepromoot te worden naar deze speciale positie. Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om me financieel, maar ook op basis van persoonlijke ontwikkeling, me te ontplooien. 17 december 2012 ben ik gestart. Puur om de reden dat ik vind, als je een kans krijgt, moet je hem gewoon grijpen. En zeker in deze tijden is dat geen overbodige luxe. Een plan B naast je plan A, geloof me, is echt belangrijk. Ik heb jarenlang toegekeken, vanaf de zijlijn, met voor mij de pionier binnen deze business. Aardig. Na 2 weken werd ik ETT, 7 weken ETL, met de daarbij behorende bonussen. Mijn vrouw was absoluut, maar dan ook echt absoluut, misschien is het iets Marokkaans, ik weet het niet. Zij vond het helemaal niks. Maar toen de bonussen binnenkwamen, eerlijk is eerlijk, Zalando kwam steeds vaker langs, ik moest de deur open doen. Mijn vrouw zegt, luister voor het, ik weet niet wat je doet, maar kan ik een keertje mee met jou naar ASN? Ik zeg ASN, ze zegt ASN, dat doe je toch ASN? Ik zeg ACN, lieverd, ACN. Ze zegt, kan ik mee? Alsjeblieft, laat me een keer meegaan. Mijn vrouw, inmiddels ETT, hard op weg naar ETL. Ik wil een klein applausje voor mijn vrouw. Ik beloof jullie, de mensen die vandaag over het podium zijn gegaan, zijn mensen zoals ik en u. Mensen met een brandend verlangen, die hun leven financieel en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling willen verbeteren. We zijn op de goede weg en met we bedoel ik ons team. Dankzij jullie sta ik hier vandaag. Ik ben niets meer dan de belichaming van het team. Nogmaals, dankzij jullie sta ik hier vandaag. Mijn dank gaat uit naar jullie, als team zijnde. Nu is het aan mij om ieder te helpen naar de posities die zij ambiëren en geloof me, daar ga ik alles aan doen. Als laatste, mooi nummer trouwens, mooi nummer, gaat way back. Als laatste wil ik bedanken een speciaal iemand. Een broer die ik zelf nooit heb gehad. Een oudere broer. Dank je voor mijn geloof. Dank je voor je visie. Dank je voor de kracht en de tijd die je in mij hebt gestoken. Dank je wel, Roald. Het is een eer, maar dan ook echt een eer om met jou te mogen werken. Ik wou hem even snel knuffelen, maar dat doen we straks, want de tijd loopt. Ik wil afsluiten met het volgende. We are all free to choose, but we are not free from the consequences of our choice. Wat je gisteren deed, bracht je waar je vandaag bent. Wat je vandaag doet, brengt je waar je morgen zal zijn. Work hard, stay humble, feel blessed.
Dank jullie wel.